Ja, iedere stad die heeft wel zo'n beetje een stadsdichter. De nachtburgemeester, die draait ook alweer een behoorlijk tijdje mee. Maar een stadscomedian, ja, die is er nog helemaal niet, Patrick. Nee, dat klopt inderdaad. Gemiste kans, weet ik me. Doom, en wat moet er dan gebeuren nu? Die moeten komen? Ja, die moeten komen, ja. En liefst ook zo snel mogelijk natuurlijk. Dus, vanaf gisteren? Ja, eigenlijk wel, ja. Vanaf 6, 7 maart, dan krijgt Utrecht de stadscomedian. We hebben onderzoek gedaan, er is echt helemaal nergens ter wereld is er zoiets. Je hebt inderdaad wat je zei, stadsfilosofen, stadsdichters, stadsbakkers, stadsslagers, stadswethouders, alles is er. Ja. Maar wil jij nou zeggen dat het echt officieel is? Nee, dat moet jij nog wel... Dat ik officieel de eerste ben? Dat moet jij nog wel voor elkaar boksen. De sollicitatieprocedure is denk ik vrij gemakkelijk, want er is eigenlijk maar één kandidaat. Dus dat ben ik. Dus in principe lijkt het me wel dat ik dat zou moeten kunnen halen. Nou, dan moeten we eens even kijken of iedereen dan ook van je houdt, want dan heb je natuurlijk een lekkere ondersteuning. Even een fragmentje van je. Laten we daar even naar gaan kijken. Ja, graag. Ik woon hier in Lombok. Hele mooie Albert Heijn, hele grote. En er komen altijd hele mooie studentenmeisjes. En daar word ik nerveus van. En dan maak ik blijkbaar niet de goede keuzes. Want dan kom ik weer thuis en heb ik zo'n eenpersoons maaltijd. Terwijl, ik heb gewoon een gezin, hè. Even voor de... Moeilijk. Ja, prima. Dat was leuk. Maar dit dus. Oké, okay, ja, even iets meer. Maar wat voor onderwerpen zou je dan gaan aansnijden? Nou, het is leuk dat je het zegt. Ik vind het sowieso een hele mooie schakeling van onderwerp. Alleen omdat er natuurlijk hartstikke zware uitbuitingen, seksueel misbruik. En dan hier is hij, een stadscomedian. Ik vond het een... natuurlijk is dat. Ja, zeker. Maar dan wel als het iets typisch Utrechts is. Ik vind dit is zo algemeen. Dit is natuurlijk niet dat alleen in Utrecht mensen misbruikt worden. Dat is helaas overal zo. Was Utrecht nou uitbuitingshoofdstad geweest, dan had ik daar inderdaad wel een dingetje aan gewijs. Maar nu is dat niet. Je schuwt geen onderwerpen. Voor onderwerpen kun je dan noemen? Eens een paar onderwerpen die misschien wel politiek zwaar zijn, waarvan je zegt, nou, daar kan ik wel wat van maken. Nou, politiek zwaar. Er zijn een heleboel onderwerpen waar Utrecht aangaande. Kijk, het wonen in Utrecht is niet makkelijk. Laten we wel, het is een prachtige stad, maar het is niet makkelijk. Mensen hier die hebben het zwaar. Het staat altijd vast. Ja. Laten we wel weten. Utrecht staat altijd vast. Ja. Utrecht is een stad natuurlijk, hij is gewoon nooit af. Er wordt altijd aangewezen. De bouwput Utrecht bijvoorbeeld. Ja. Hoogkaterijnen in de verbouwing. Alles zal allemaal komen. Jongen, als de ene kant van Hoogkaterijnen klaar is, wordt de andere kant vervangen door rotondes. Ja. Zeg maar. Zo blijf je continu doorgaan. Dus dat heb je al. Het is ontzettend duur om te wonen in Utrecht. Maar Patrick, als jij het geworden bent, hè, binnenkort, hè, dan word jij officieel aangesteld door burgemeester Van Sanen. Hartstikke mooi allemaal. Wordt dat dan je vaste baan? Of hoe zie ik dat voor me? Of doe je dat er even bij? Nou, dat kan je er denk ik niet bij doen. Een echte stadscomedian die is gewoon 24/7 staat die klaar voor zijn mensen. Maar dan ben je gewoon een soort ambtenaar en dan word je gewoon uitgewezen naar... je moet naar die opening. Daar en moet gelachen worden, en dan word ik daar naartoe gestuurd. Ja, zo gaat het. Zo zie je het echt voor je. Ja. En ik ben er ook voor alle Utrechters, dus wil ik ook even benadrukken. Ook voor de mensen in Leidse Rijn, ook voor de mensen in Vleuten de Meer. De koude kant van Utrecht, zeg maar. Daar ben ik ook voor. En die wil ik er ook bij halen. Nou, jij zegt, nou ja goed, het is eigenlijk al beklonken, heel, maar je moet natuurlijk wel een soort... try-out doen. Ja. Hoe doe je dat? Wanneer doe je dat? Dat is vanaf 30 november heb ik de eerste try-out in de Cargador. Echt, serieus, bij de Comedy Club. Dat wordt hartstikke leuk. En heb ik in de aanloop tot 6, 7 maart de officiële inauguratie heb ik er nog een paar. Ja. Kun je daar kaartjes of hoe gaat dat? Hoe kom je daar leuk? Nee, dat is nog niet uitverkocht. Okay. Nee, dat is nog niet uitverkocht. Dan jullie vullen hem aan, hè? Ja. Straks even een kaartje. Leuk. Nee, maar hartstikke leuk. Dus dan moet het gaan lukken. Dat hoop ik toch eigenlijk wel. Ja, toch? Ja, Utrecht verdient een stadscomedian. Daar mag je best meer gelachen worden, denk ik. Helemaal goed. De eerste zit hier aan tafel. Mooi, Patrick. Ik wens jou succes daarmee.